In april 1961 sprak de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns met de Amerikaanse president John F. Kennedy. Het klikte aardig tussen beide mannen en op een gegeven moment vroeg Kennedy aan Luns of hij nog hobby's had. Luns antwoordde, I fuck horses. Het antwoord choqueerde Kennedy nogal, maar misschien had hij het verkeerd verstaan. Pardon? Vroeg hij. Luns reageerde enthousiast op Kennedy's kennis van de Nederlandse taal. Yes, paarden! Al decennia lang wordt Engels gegeven aan leerlingen op de basisschool, maar vooral de laatste jaren neemt de intensiviteit toe. Waar het vroeger gebruikelijk was om vanaf groep 7 Engels te krijgen, is het nu niet ongewoon om al vanaf groep 5 of soms zelfs al vanaf de kleuters Engelse les te krijgen. Uit de manier waarop kinderen hun moedertaal verwerven zijn verschillende principes te destilleren die voor het vreemde talenonderwijs als basisdidactiek kunnen worden gebruikt. Voor het taal-, leer- en verwervingsproces onderscheidde Gerard Westhoff in 2005 verschillende componenten. Als eerste is het belangrijk dat er sprake is van blootstelling aan goed taalaanbod, oftewel input. Vervolgens moeten de kinderen deze input verwerken op inhoud, waarbij ze zich afvragen wat wordt eigenlijk gezegd en wat is de strekking van de tekst. Ook moeten ze het kunnen verwerken op vorm, waarbij ze zich afvragen hoe het wordt gezegd. Verder is het belangrijk dat kinderen zelf taal produceren, dat is de output. En ze moeten compenserende strategieën kunnen gebruiken om zich te kunnen redden in een taal die ze nog niet volledig beheersen. Laten we deze elementen eens wat beter bekijken. Als eerste, input van taal. Leerlingen krijgen taalaanbod door te luisteren of door te lezen. Hoe meer input en hoe groter de variëteit, des te gevoeliger worden ze voor de systematiek van de taal. De taal moet ten eerste rijk en uitgebreid zijn, ten tweede net iets boven het taalbeheersingsniveau liggen en ten derde betekenisvol en aantrekkelijk zijn. De tweede component is de verwerking op inhoud, waarbij het gaat om de betekenis van taal. Leerlingen moeten actief met taalinput aan de slag, door middel van taken en opdrachten die passen bij de input. Als derde is er de verwerking op vorm, waarbij leerlingen leren om regels en spelling te leren gebruiken. In het basisonderwijs wordt grammatica alleen impliciet aangeboden en het wordt verondersteld dat leerlingen leren om correcte zinnen te maken door veel en speels te oefenen. De vierde component is de productie van output, waarbij leerlingen oefenen door middel van chunks, dat wil zeggen korte taalfragmenten of standaardzinnen. Of regelgeleide productie, ook wel creative speech genoemd, waarbij leerlingen onbewust regels toepassen. En dat laatste werkt alleen als ze goede input hebben gehad. De vijfde en laatste component is het strategisch handelen, wat noodzakelijk is om een gebrek aan kennis en vaardigheden te kunnen compenseren. Bij het lezen zijn er bijvoorbeeld trucs die je kunnen helpen, zoals het gebruik van titels of layout en illustraties om te kunnen voorspellen waar de tekst over gaat. En bij taalproductie kun je denken aan stopwoordjes, fillers of verhelderingsvragen. Al deze componenten zijn noodzakelijk voor goed vreemde talen onderwijs. En hoewel het belangrijk is dat de input komt voor de output, is de volgorde daarin verder minder belangrijk dan de hoeveelheid tijd die eraan wordt besteed. De vuistregel daarbij is, hoe meer tijd, hoe beter de taal geleerd kan worden. In het basisonderwijs wordt momenteel vooral Engels als vreemde taal aangeboden, hoewel er ook scholen zijn waar je Frans, Duits of Spaans kunt leren. Het uitgangspunt is altijd dat leerlingen zich voldoende kunnen redden in een realistische taalsituatie in de vreemde taal. Niet dat het waarschijnlijk is dat ze later moeten overleggen met de Amerikaanse president, maar ja, je weet maar nooit.